De afvalpuntenkoers werd helaas geen succes voor Team NL. Niels Mussu moest het hoofd buigen en even later was ook een dapper rijdende Sjoerd Huisman aan de beurt om uit te stappen. De Belg Bart Swings echter, inmiddels een niet meer weg te denken toprijder in de Nederlandse competitie, hield dapper stand. En kon zelfs na een valpartij de race beëindigen en een bronzen plak veroveren. Bart Swings, wat een wedstrijd. Veel geduw, veel trekken. Ja, ik werd overal naartoe geduwd en getrokken. Het was niet normaal deze wedstrijd. Maar ik heb toch mijn mannetje kunnen staan, toch brons. Ondanks een valpartij, dus ja, de vorm is er wel. Ja, je lag met die groep van 10 mannen onderuit en toch kom je er weer bij. Ja, ik wist dat ik nog, de afvallingen waren denk ik nog niet begonnen. En dus ik wist dat ik nog wel terug dat de groep ging raken. En dan nog derde te worden is wel leuk. Ja, je nam in de finale nam je de kop over, maar twee kwamen er overheen. Ja, dat was alles of niks. Ik weet, als je uit vijfde moet komen en je bent al een beetje moe om die twee dan nog te passeren voor het podium, gaat het moeilijk zijn. En, ja, ik ging er vol voor en uiteindelijk werd het gat niet meer groter, dus ik voelde me wel goed vandaag. De nummer 2 was Fabio Francolini. Een Italiaan die deze winter op het Nederlandse ijs te zien zal zijn. Hij gaat de marathon in en zal bij de ploeg van Jeroen de Vries Radson Jinstal versterking gaan bieden. Dit met een duidelijke reden. Yeah, I want to do marathon because I want to try also long distance race like 5K. And for me it's really important to make marathon before starting doing other races. Because they give really good speed for a lot of kilometers, so for me it's really important to start with the marathon. You go for Sochi? I don't think. Maybe just for the 5K if I do the time. We'll see. Maybe it can be a good dream. De uiteindelijke winnaar, de Nieuw-Zeelander Peter Michael, heeft heel goed naar Balotelli gekeken.